Wat vind je dat de kinderen weer op school komen? Heerlijk, heerlijk. Ja, en de kinderen zelf zijn er ook super blij mee. Ik vind het wel leuk, want dan kan ik mijn vrienden, dan kan ik een deel van mijn vrienden weer zien. Vooral voor mijn kinderen. Dus mijn kinderen zijn heel blij. Die stonden te springen, ja. Ik vind het fijn. Want? We zijn al heel erg lang niet naar school geweest. En ik heb niet echt hulp nodig met mijn werk alleen. Dan krijg ik wel minder werk. Okay. Voor jouw gevoel. En hoe krijg je meer werk? Ja. Ja, fijn. Ja? Ja. Hoeveel kinderen heb je? Eentje. Vind ik leuk. Ja? Heb je je vriendinnen gemist? Ja, heel erg. Het is wel stom dat je niet met deze klas mag, omdat dan kan je niet iedereen zien. En dan mis je toch wel de anderen die je niet had gezien. Wat vind je kind zelf? Ja, ook weer blij dat ze terug mogen. Ja, ze hebben de klasgenoten gemist en de juf. Dus, en een beetje regelmaat. Dat is ook wel fijn. Ja, mijn jongste die wilde niet eens dat het mijn vakantie was. Die wilde gewoon naar school. Die was echt boos. Die wilde geen vakantie. Dus ja, die is heel blij. Kun je ons vertellen een beetje hoe school zich voorbereid heeft voor op en zijn weer? Ja, wij waren de woensdag voordat we eigenlijk allemaal weer naar school konden. Voordat de kinderen ook weer kwamen, zijn we hier allemaal geweest om alle tafeltjes weer goed te zetten. Dus tussen elke tafel zit weer een andere tafel. Dus een maandagkind zit naast een dinsdagkind, omdat die niet op dezelfde dag naar school komen. Dus dan zitten de kinderen wel naast elkaar, alleen zit er een lege tafel tussen. Zodat ze toch nog enigszins afstand houden, want in principe hoeft het niet. Maar er zijn toch ouders die daar toch wel moeite mee hebben. Verder hebben we allemaal een eigen inlooproute. Dus ik ben groep 7, ik zit bovenaan de grote trap. Dus bij mij komen ze gewoon via de achterdeur naar binnen en gaan ze aan de grote trap zitten. Dus je hebt eigenlijk op dit moment alleen maar contact met de eigen jaargroep. Dus de twee groepen 7 hebben contact met elkaar en de twee groepen 6 hebben contact met elkaar. Die hebben ook samen pauzes. En op die manier proberen we het toch gescheiden te houden. Om het wel veilig te houden, maar ook wel toch die sociale kanten toch wel te hebben. Want het is belangrijk dat ze elkaar wel zien. Bent u tevreden hoe het school heeft begaan door deze coronatijd? Ja. Nee, het is wel heel duidelijk hier bij deze school. Ja, zeker. Nou, ik vind het wel heel fijn dat er geen volwassenen binnen mogen. Buiten de leerkrachten om. Ik vind het ook heel fijn dat maar de helft van de leerlingen is. En verder, dan, ik vertrouw dan op de gegevens van ja, kinderen onderling besmetten elkaar niet. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Ja. En is het makkelijk voor jou, voor je werk nog? Nou, ik mocht niet werken en ik mag nu ook weer werken. Dus op het moment dat de kinderen weer naar school zijn, kan ik ook werken. Op zich thuiswerken en terwijl zij aan het werk waren, ging op zich ook wel. Maar ja, gewoon dat zij hier zitten en lekker hun ding doen, dat geeft toch ook wel een soort rust voor mij om andere dingen weer thuis te doen, inderdaad, ja. Heb jij gemerkt dat je kinderen wat achter staan lopen? Nee, eigenlijk niet. Alleen, ja, het zal waarschijnlijk minder hard gaan, maar ze hebben flink hun best gedaan, ook thuis met huiswerk. En ik hoor nu van de juffen dat het nog goed gaat, dus... Maak je geen zorgen over hoe de onderwijs nog in aanbod wordt? Nee, ik denk dat het prima is opgelost in de korte tijd dat het opgelost moet worden. En ik denk dat het allemaal aardig bijgewerkt wordt, zeg maar, komende tijd en volgend schooljaar. Hoe ziet u misschien het volgende schooljaar? Ja, dat is nog even afwachten. Ze zijn er heel hard over na aan denken. Wij hebben eigenlijk hier afgesproken, we doen liever de helft heel goed aanbieden dan alles aanbieden en maar half aanbieden. Dus wij kijken, wat kunnen we doen? Wat kunnen we ze nog leren? En alles wat we niet kunnen doen, ja, dat schuiven we door naar de volgende jaargroep. En die begint ermee. Dus alles wat ik in groep 7 niet red, dat gaat groep 8 straks oppakken. Om te zorgen dat we toch alles weer bijbenen. En dat moet in principe goed komen. Wat vind je het leukste van de school? De lessen. Dat ik weer bij de kinderen uit mijn klas kan zijn.